mensen. De veldjes staan er gelukkig al, anders zal echt een heel groot drama zijn. Want vandaag zijn natuurlijk de wedstrijden. En we laten ze even zien. We hebben een shirt gekregen van Edgar. Dank blijf Edgar. Even staan. En we hebben op de achterkant hebben we ook een Het logo. Ik heb hem natuurlijk ook aan, maar ja. En de rest van de vloggers hebben ze ook, maar die zijn er vandaag niet bij. Ja. Hier wordt ook al geoefend voor de wedstrijden. Wat al? En daar zijn ook gewoon een paar kinderen. Maar dat zijn echt voor de wedstrijden. En dat is ons schooltje. En zo aan van de school. Dit zijn de shirts van de school. Voor onze school. Ja, ook onze school. Voor onze school. En hier staan ook nog allemaal veldjes. Daar staan de tenten met de microfoon. Ik kan dat echt niet. Wat? Ik kan niet strikken. Ik doe er wel een ander niet om, want anders is het clickbait. Ja. Of clickbait copyright. We zitten achter. Oké, dit is de eerste wedstrijd. Kijk maar. Champions tegen het andere team van de Windhoes. Ja, dit is Champions. Zelf voor de nutschool natuurlijk, want het is onze school, maar... De Windhoes met de blauwe shirtjes. Ja, de nutschools met de blauwe shirtjes. Kom. Ik van dat, dat je hier mocht aftrappen. Ja, hartstikke leuk. Ik heb zelf hier meegedaan aan dit toernooi. Ik vond het altijd hartstikke leuk om hier mee te doen. Dus leuk dat ik nu de aftrap mocht doen. Welke school zat jij dan? De Bongert. De Bongert. Hoi. En wat vind je er nou dat jullie volgende week tegen Feyenoord moeten spelen? Ik vind het super mooi dat, dat het nog beslissend is. Kampioenswedstrijd. Dus ik denk mooie sfeer in de Kuip. En we gaan ons best doen. En wij hebben ook nog punten nodig. Dus dat wordt een mooie wedstrijd. En gaan jullie winnen? Ja. Maar dan komen jullie toch in de Europa League, heb ik gehoord? Nee, nog niet. Dan moeten we play-off spelen. Ja. Oké. Wat vind jij nou eigenlijk van streetsoccer en sportieve ouders? Ik vind streetsoccer vind ik hartstikke mooi dat dat elk jaar georganiseerd wordt. Want ik vond het zelf ook heel leuk om op straat te voetballen. En ik denk dat het goed is voor de kinderen dat die veel buiten moeten spelen. En ik vind het een mooi toernooi. Bedankt. Geen dank. Heb jij vroeger ook meegedaan aan streetsoccer? Nee, ik kom uit Hengelo. Dus ik heb nooit meegedaan aan streetsoccer. Oké. Wat vind jij dat je de aftrap mocht doen bij streetsoccer? Vond ik heel geluk. Ik heb hier natuurlijk vanaf mijn 11e bij Kwik altijd gevoetbald in Oldenzaal. Dus ik wist wel wat voor toernooi het was. Alleen helaas nooit meer mogen doen. Maar ik vond het leuk dat ik mocht doen. En wat vind jij er nou van dat Feyenoord gisteren verloren heeft en dat jullie er volgende week tegen moeten spelen? Is natuurlijk voor ons alleen maar leuk. Wat een leuke wedstrijd. We moeten die wedstrijd natuurlijk ook gewoon winnen. In ieder geval een punt halen voor Europees voetbal. En zij kunnen kampioen worden. Hè? Dus wat een leuke wedstrijd. En gaan jullie winnen? Tuurlijk. dat hou je met goed. Waar werden we op? Potje voetballen. Dat vind ik een goeie. Ja? Ja. Oké, is goed. Tot dan. Ja. Hoe ging de wedstrijd? Goed. Hebben jullie gewonnen? Met 6-3. En hoe kwam dat? We deden eerst heel erg ons best. Toen stonden we 1-0 achter. Maar daarna kregen we wel een beetje het zelfvertrouwen. En toen hebben we er toen gescoord. En daarna hadden we nog een keer gescoord. En daarna nog weer 4 doelpunten gemaakt. En heb je zelf nog gescoord? Ja, 1 keer. En wat vind je van street soccer? Ik vind het wel heel leuk, want normaal voetbal ik wel op school, maar niet zoveel thuis. En ik vind het gewoon leuk om te doen. Zit je zelf ook op voetbal? Nee, dat niet. Bedankt. Graag gedaan. Hoi. Hoi. Wat is jouw naam? Ruben. Oké, Ruben, we gaan je vandaag interviewen. Welk team zit jij? De Nuts Champions. De Dutch Champions. Spelen jullie goed? Ja.
Hebben jullie al een potje gespeeld? Ja. Hoe goed, hoeveel hebben jullie gewonnen? 6-3. Ja, natuurlijk, want ik ging al vanuit dat jullie natuurlijk wonnen, hè, de school. kijk. Wat vind je, zijn er nog ouders? Doen de ouders nog sportief langs de zijkant? Ja. Goed zo. Wat vind jij daar leuk aan? Nou, je kan je veel beter concentreren. Hou jij wel van moeders die aanmoedigen? Nee. Oh, niet super fanatieke moeders vinden ook niet leuk. Nee. Ben je nou een sportieve ouder? Ja, zeker ben ik een sportieve ouder. Vandaag ben ik de coach van de jongens. Normaal voetbal ik zelf ook nog. Dit is FC Behangplaksel, de nieuwe kampioen van 2017. Drie jongens voetballen bij Kwik, één jongen voetbal bij FC Berghuizen. En vandaag zijn ze samen FC Behangplaksel, de nieuwe kampioen dus. En moeten jullie vandaag ook nog een wedstrijd doen? Ja, we moeten drie wedstrijden. En gaan jullie winnen? Vast wel. En wat vind jij nou van strijd? Over 5 minuten worden de volgende wedstrijd gespeeld. Oké. Okay. Op veld 1. En doe je vaak mee bij de tegen ja, FC de Raamhozen. En op veld 2. FC de Kippen tegen Band FC. Nee. Oké. Okay. Heel erg bedankt. En ja, voor het interview. Ja, jullie ook bedankt. Jij zegt dus, het is tijd! Ik zei nog niet zo hard. Heel goed. Ja, net schort, dus een puntje erin. Jelte. Jelte. Doe normaal, jongen. Hoezo? Hé, hoor, boefman! Oh, boefman!